Liefdink, welkom. Van harte gefeliciteerd met de eerste prijs. En sommigen zeggen het was een troostprijs, ik vind het een hoofdprijs. Vertel eens de wedstrijd, want het was weer een beetje een vreemde wedstrijd. Ja, het was niet een al te beste wedstrijd, vond ik. AAC kwam hier voor een puntje, dat bleek wel. Alles en iedereen naar achteren, achter de bal. Ik denk al binnen 2 minuten hadden ze iedereen op eigen helft staan. Iets waar wij wel al een beetje bang voor waren, maar ja, als je de kwaliteit hebt zoals wij die hebben, dan moet je er wel wat verschil in gaan maken. En dat was de eerste helft niet. Dan komen ze ook nog heel goedkoop op een voorsprong. En daarna werd het echt wel heel lastig. En dat had met, in mijn optiek te maken met mensen die veel te weinig aan het bewegen waren. Veel stilstaande mensen, mensen die al veel te diep speelden. Ja, je moet eigenlijk dan een beetje tussen de linies in proberen te blijven lopen met de kleine ruimtes die er zijn. En dan uiteindelijk uitkomen aan de zijkant. Dus bij Geukan of bij Wissink of bij aan de andere kant Guido of bij Marco. En daar zou het gevaar vandaan moeten komen. Hè. Daar zijn we wel een paar keer gevaarlijk geweest, maar niet echt 100% kans of zo. Maar de kansen die geteld hebben voor AC waren er, zonder hun wat tekort te doen, maar 3 denk ik de eerste helft. En het waren ook 3 doelrijpe kansen. Hè. En een penalty die gelukkig gestopt wordt, dan staan we 2-0 achter. Dan is het volgens mij gebeurd. En die 1-0, ja, volgens mij is het een buitenspelval die, waar het helemaal mis mee gaat. En dan probeert Marco hem nog weg te schieten en dan? Nee, het is geen buitenspelval. Het is gewoon wat in de rust ook is gezegd. We staan vaak te kijken naar de situatie, maar niemand doet wat. Dus die gozer die loopt weg bij Marco. Nou, dan heb je volgens mij 2 keuzes. Of Marco loopt mee, of hij zegt tegen Mamadou wat. Want hij komt uit de rug van Mamadou lopen. Nou, als dat allebei niet gebeurt, dan loopt zijn gozer vrij door. Dus dat is lastig. En wat over die penalty te zeggen, ik bedoel, dat vond ik wel mooi. Vandaag is er een voorbespreking geweest. Ivo doet de analyses en die zei van Ommel schiet hem altijd voor jou links in de bovenhoek, Sjoerd. Ja, en Sjoerd pakt hem daar, dus het was niet echt gelukkig, vond ik, dat hij hem pakte. Geweldig. Nou ja, zie maar weer. Het goed bestuderen van de tegenstander, in dit geval degene die een penalty neemt, dat kan behoorlijk zijn vruchten afwerpen. Nou, de tweede helft, 5-6 minuten volgens mij, 4-6 minuten 1-1. Ik vond een prachtige actie, ging eraan vooraf. Ja, we kregen wat meer drive en er begonnen wat meer mensen te bewegen. We hadden wel afgesproken al dat we het ongeveer 10 minuten kwartier zouden aankijken. En anders dan zouden we ook nog met 3 spitsen gaan spelen. Dus Rogier is uiteindelijk een soort met van linksbuiten gaan spelen. Mootje aan de rechterkant. En proberen het wat kort te zetten allemaal daar. En ja, dat vond ik wel leuk. Het publiek ging er een beetje achter staan. Nou, dat werkte volgens mij wel. Die scheidsrechter draaide op een gegeven moment wel een beetje bij. Want die vond ik niet echt top fluiten. Maar uiteindelijk eindigde die volgens mij wel goed. Ja, en dat is wel lekker als zo'n bevrijdende 2-1 dan ingaat. En ik moet ook zeggen dat, meestal zeg ik wel 25 keer van laat hem nou affluiten. Dat heb ik volgens mij vandaag maar 1 keer gezegd. Dus ja. Ik had ook niet echt het idee nog dat het zou weggeven. Maar. Ah, ik had nog 4 minuten voor tijd nog een hele gevaarlijke vrije trap. Hè. Een beetje een onbezuiste actie van Marco, denk ik. Dus had die overtreding volgens mij niet zo hoeven te maken. Dat kan me zo, hè. We hebben het daar ook gezien, hè, in Alphen. Ja, we hebben ook een keeper, hè. Kom op. Hey. Absoluut. Ja, nee, ik was er niet bang meer voor. Nou, gelukkig. Nogmaals van harte gefeliciteerd en ga lekker een biertje drinken in de kantine. En geniet van deze prijs met jullie hele elftal en de hele begeleiding. Je hebt hem dubbelend dwars verdiend. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Grandioos.